Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij Disney Graft, aflevering 25 alweer. En we zouden zoals beloofd het zwembad verkennen die Manny Lemco heeft gemaakt. En we zijn hier met Roy, Remco, Sansco, Lene en Sammetje. Net als vorige keer gewoon. We gaan gewoon verder waar we gebleven waren. En wil ik nog graag een paar mensen bedanken die me hebben meegeholpen, zoals Sam en Selvero, oftewel Celine, maar die is er nu niet. Celine, waar is Celine? Nou ja, goed, ze is er niet. Maar Celine, dankjewel, super. Vast weer in de McDonald's aan het werk. Waarschijnlijk wel, ja. Die werkt in de McDonald's en we kunnen niet veel verklappen, maar de McDonald's heeft iets te maken met het volgende grote project. En, wat is dit? Dit is een badje. Dit heel is tropisch. Bad nummer 2. 20, wauw. Staan heel baan in. En ik zie hier, want hier zit namelijk een glijbaan tussen die waarin ik heb aangeholpen. Dat is deze. Oeh. En Roy moest er lachen omdat ik iets er had opgeschreven, namelijk dit. Wacht op het groene licht, verboden om te eten en drinken mee te nemen. En Roy vond het heel grappig, want hij dacht, je gaat toch geen boterham opkanen in een glijbaan. Er zijn mensen die af en toe een koekje bestellen aan de bar en die meenemen naar een glijbaan. Bij deze glijbaan hoort geen matje of bandje. Nou, er zijn twee ingangen en ik heb hem nog niet helemaal afgebouwd, maar wel voor een groot deel. Oeh, ik heb mag mijn zwembandjes hier afdoen dus? Ja, zeker weten. Dat is brood. Hey, eten. Oh. Iemand nam eten mee. Hey. Nee. Oké, okay, dit is de ingang. De grote Donald Glijer. Nou, daar gaat hij hoor. Het is lekker donker hier. Ah, Robby! Lekker veel kleurtjes. Ah! Hups. Ga weg, jij zit achter me. Jij zit voor me. Niet vliegen jij. Ga weg, Roy. Vliegen. Ga weg. Nee, dit duurt altijd eventjes, want die stroming is heel fors. Maar dat maakt het wel leuk. Roy, ga dus weg. Zit voor me. Roy, ik zie niks. Weg. Nou, we hebben heel veel van de baan gezien door de... Roy. Exit. Oh, je hebt... Oh, dit is de exit al, hè? Oh. Nou, deze glijbaan komt dus weer uit een bad 1. Oh, handig. Nee, dat ja, klopt. Nou, dan gaan we verder toch. Hier is bad 2. Oh, daar is bad 3. Maar hier is nog een glijbaan. Oh, nog een glijbaan. Niet vergeten, Sammetje. Dat moeten we echt niet vergeten, hè? De Red Dragon. Nou, die gaan we ook maar even bezoeken dan. Die heb ik nog niet geglijd. Begeleid. Ja, Roy, ik wacht op jou. Wacht, nee. Oh, die gaat lekker snel, joh. Oei. Opstopping, Roy, zit je weer voor mijn giegel? God. Ik zie niks, ik weet niet waar je in moet. Oh. Blijf de zoog. Oh, hij is echt leuk, deze achtbaan. Deze glijbaan. Wow. Gaat hij helemaal achterlangs of zo? Wat, joh? Hij gaat heel veel bochten door. Ja joh, dat is een lange. Zo. Dat wordt G-set. grote glijbaan. Wauw, fantastisch. Ik vond het begin heel erg gaaf. En René? René? Ja. Batterie. Batterie gaan we nu kijken. Wie heeft die gemaakt? Remco en ik. Oh ja, ik zie daar de rode achtbaan, glijbaan lopen. Oh ja, leuk, met de ondersteuningen zelfs. Hé, hey, Pluto, Thomas Otter. Hallo Thomas, komt ook even kijken. Batterie, en hoeveel banen zijn er in totaal? Er zijn in totaal, zijn we nu met pad 6 of 5 bezig. Wauw. Dus er zijn al vrij veel banen. 4 banen. Moet erbij, Roy. Ga weg. Wat is er? Ik heb iets kapot gemaakt. En wil je dat repareren? Ja. Ik doe een stapje achteruit. Zo, genoeg? Nee. Nu? Nee. Nu? Nee. Nu? God, nu? Ja! Ja. Nee, godverdomme. Nu? Nee. Hier. Nu? Nu? Oh! Hier, maak hem. Wauw. Sam! Shamsh. En nou eens kijken naar buiten, want daar is namelijk de Tarzanbaan, zie ik vanaf het raampje.
En hier kunnen mensen lekker even chillen. Chillen in de bubbelbad. Leuk ook, die. Nee, dat is leuk. Leuke bad. Opstapje hier. Nou, wat laat je nog meer zien? Eens kijken. Hier zo was ergens. Als we terug gaan naar bad 2. Zo, sorry. Goedemorgen. Ja, bad 2, ja. Zo saai is het nou. Nee, maar ik was gewoon moe. Ja, en dan weer naar bad 1, dan hier over de brug. Ik heb dat zoveel gedaan. Nou, hebben we hier bad 4 en nog iets leuks. Een lazy river, wauw. Het is echt groot. Echt groot. En dat is juist leuk als bezoeker om te verkennen. En daardoor laten we nog niet alles zien. Nee, daarom. Deze kant op. Dan vind ik dat lazy. We bad 4 hoeven dan niet te laten zien, toch? Nee. Dan mogen de mensen zelf gaan. Dat mogen ze lekker zelf doen. Inderdaad. Kunnen we dadelijk door naar een andere. Wat leuk. Vuurwerk. Gaaf, heel gaaf. Alleen Rovi komt weer met de boot. Is dat er in? Ja, echt? Oh, de boot weer. Dat is pas lazy. Als je gewoon een boot mee moet nemen in een zwembad. Hoppakee, weg die boot. Tjongen, gewoon normaal. Apenhoofdjes. Echt een beetje jungle doet me hier, denk ik. Ja, lekker rustig door de jungle. Stroming omhoog zwemmen. Ik doe niks. Volgens mij hoor ik meer gekruik van Rowi dan van Vincent. Zo. Leuk ritje. Jee. Nou, bad 4 laten we dus niet zien. Dat mogen jullie zelf gaan ontdekken natuurlijk. Dan gaan we door naar de attractie van... Nou, weer dat is de attractie. Weer een nieuwe attractie, dames en heren. En er is nog iets nieuws, maar dat laten we weer niet zien. Oh, echt gemeen zijn we. Echt heel gemeen. Uitgang. Nou, dan gaan we even duidelijk door de uitgang. En die ligt dus achter dit zwembad. Achter het zwembad, want het zwembad is echt groot, hè? Moet je kijken. Wat een ding. Ik kan er misschien overheen vliegen. Het kan wel. Het is echt heel erg groot. En dan zien we, ik ga er even met mijn rug er langs. Naast de spokers is gebouwd. We hadden genoeg plek, we hebben wat bomen zelfs gekapt ervoor. En dan komen we hier zo bij de speeltuin uit. Daar ligt een heel mooie nieuwe attractie. Die te maken heeft met de Pirates of the Caribbean, oftewel de Black Pearl van Jack Sparrow. De Black Pearl, een ingang. Prachtig weer gedaan. Oeh. Gaan we zeker heen. Ik zal even TP'er San. Ja, ik sta er al. Oh, je was er al. Oh, sorry. Maakt niet uit. En Robbie gaat natuurlijk weer vooraan. Kom er, nee. Let op, karretje vol. Rijdt terug te rijden. Ja, dat kan je wel zeggen tegen mensen, maar ze reageert toch niet. Zitten ze vol? Kunnen we er ook erin? Ja. Zo, lekker druk. Knus. Wauw. Dit is wel heel vet, ja. Wee. Gaaf zeg. Heel gaaf gedaan dit. Ik ben echt heel blij met dit. En het leuke is, de medewerker zelf kan bepalen hoe lang het duurt. Dus. We gaan nog steeds sneller, hè? Als het goed is wel, ja. Ja. Ik kan er wel uit wat ik wil. Ja, dat kan wel. Oké, dat maakt niet uit. Fixen. Ja, dat maakt op zich niet uit, joh. De attractie is ook net nieuw, dus... Ik zal hem even stopzetten. Opeens hebben we twee buiten in mijn hand. Is het nou gestopt? Ja. Oh ja, tof. Ja, klopt. Oh, gaaf gedaan. En dan kunnen jullie de uitgang. Is die al... Oh, de uitgang ga je achter? Die heb ik nog niet gezien, joh. Gaaf. Medewerkers ingang. Heel tof gedaan. En Roy vliegt er al in. Hè? Wauw. Hoe kan dit? In zand een bootje? Hé! Hey.
Leave me alone. Schommelen. Wat joh? Ik kan zelfs bewegen. Wow. Ja, apart hè? Wij zitten in een bootje. En het is fucking awesome. Komen jullie mee in het bootje? Dit is echt fun. Yay. Thomas, laat gaan uit het bootje! Nee, ga uit het bootje! Help! Zit in de grond! Help! Help! Is het echt vast? Ik zit vast in de grond! Oh, ja. Ik ook. Wauw. Wauw. Ik wou het net gaan doen. Ik wou het net gaan doen ook. En weg was zijn bootje. Liep ik er doorheen of zo? Ik weet niet wat gebeurde. En de uitkijk die we ook al hebben gezien in Op zoek naar Maxje, die had ik ook wat aangepast. Echt? Achter ons. Die gaat nu iets slomer omhoog, want daar ging wel erg snel. Op zoek naar kunnen we daar kijkje komen. Wat was precies? De slash warp uitkijk. De uitkijk? Oké, ik ben heel benieuwd. Ik ga nog even een heel spannend ritje maken met deze glijbaan. Kijk, hij doet het gewoon hoor. Oei! Prachtig. Oké, we gaan even naar de uitkijk en die zit hier. En ik sloop nu de halve boel weg. Dan gaat hij niet uit de boot. Oh, niet uit de boot. Weg. Sam. Zo. De attractie is nog gesloten. Dat klopt wel. Wat gebeurt er dan met deze attractie? Op een of andere manier zie ik geen minecarretjes meer. Oh, er staat hier eentje. Ik ga er wel in zitten. Dan kan je zien dat het... Nou. Even reloggen. Ga jij hem starten, Sammetje? Oh jee. Oh, we gaan heel slow naar boven. Oh, heel gaaf. Slow? Ja, nou gewoon goede, langzame tempo. Echt leuk. Dan kan je een stuk meer zien. Inderdaad. Dat ging wel heel erg snel. Zoals we ja, maar zagen de omgeving is niet zo heel denderend. We zouden eigenlijk nog zoiets moeten maken met een hele mooie omgeving. Je kan wel heel het ridder... kasteel zien, dat is wel heel gaaf. We kunnen altijd nog bijbouwen. De boot zit in de grond. Even mijn inventory clean hoor. Dat merk ik. Hoe kom je aan zoveel vlees? ja, hij is echt een vleesmonster. Oh, dan pak ik al een spul op. Stomme rood vlees, ja, ik ben lekker bij je. Poortje. En als het goed is, ook als je nu boven bent, dan kan je er niet meer uit. Oké, tof. Wally, zit ze in de boot. Dus een heleboel is er gebeurd aan de attracties. Tof. Nou, goed dat we dat allemaal weten allemaal. En dat gewoon gaaf is. En Thijs loopt nu achter hier van wat gebeurt er. Thijs! Thijs! Thijs, opnames! Jazeker! Kan iemand Thijs toevoegen aan het gesprek? Dat doe ik wel even. Want dan kunnen we Thijs nog vragen wat hij wil laten zien. Want Thijs heeft ook een hoop gedaan. Toch Thijs? Ja hè? Dames en heren, Thijs heeft even geen zin. Thijs is stout inderdaad. En ik wil graag van jullie weten in de comments. Welke attractie vinden jullie het vetst tot nu toe? En welke zouden jullie graag een on-ride van willen zien? Een complete on-ride video met commentaar met alle mensen van Disneycraft. Plaats in de beschrijving en de meeste stemmen die winnen dus gewoon de video. Nou, zoals je ziet is het weer lekker druk in de server. En dat is het heel vaak, omdat we flink bezig zijn met het bouwen en het voorbereiden van de opening.
Ik wil even iedereen nog even nogmaals bedanken. Remco voor het helpen met technicus. Roy voor het bouwen en de steun. Dene voor het bezoeken. Sammetje voor het bouwen. Thomas voor het beheer van Freeze. Sansco voor de bezoeker. En hebben we nog meer mensen? Thijs nee. Natuurlijk. Waar is Thijs? Thijs staat daar. Wat doet hij? En Thijs is weg. Nou ja. Thijs voor het niet opnemen van de video. Want hij heeft het ook wel druk met cute zijn. Oké, dames en heren. We eindigden in de molen. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik leuk. Oh, ik loop helemaal de verkeerde kant. Omdat het kan. Hier is de molen. Allemaal bakstenen. Allemaal bakstenen. Zo. En ik ga even slaapje. En dan zeg ik oogjes toe. En snaveltjes ook toe. Dag mensen. Doei doei. Enthousiasme. Hey. Hey. Hey.